Het is tijd om een nieuwe ETF te gaan bekijken, een ETF die ik regelmatig voorbij zie komen in de reacties en in berichtjes die ik ontvang en mogelijk dus ook wel interessant is voor jou om in te beleggen. En dan hebben we het in deze video specifiek over de Clean Energy ETF van iShares. En we gaan in deze video dan eerst kijken naar de hele sector, of de hele sector van energie, maar ook zeker duurzame energie. En vervolgens gaan we kijken naar de kenmerken en de eigenschappen van deze ETF. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiveinkomen.nl in dus een nieuwe setting. Um, ja, ik ben wat dingen aan het uitproberen, dus laat ook vooral weten in de reacties of alles goed is, of dat je ja. nog verbeterpunten ziet en dat soort dingen. In deze video gaan we dus kijken naar de Clean Energy ETF uh, van iShares. Maar voordat we specifiek naar die ETF gaan kijken, laten we dan eerst even gaan kijken naar de sector, om vervolgens een beeld te krijgen waarom het mogelijk interessant is om in deze ETF te gaan investeren. Dan hebben we het natuurlijk over de sector van energie. En in dit overzicht uh, dan zien we eigenlijk de meest veilige en schoonste vormen van energie. We zien dat kolen en olie zowel erg vervuilend zijn en ook nog eens heel erg dodelijk zijn. Gas en biomassa zijn niet zo dodelijk, maar zijn nog wel steeds redelijk schadelijk voor wat betreft uitstoot. En het zijn juist de duurzame energiebronnen die goed scoren met wind- en zonne-energie als winnaars in dit overzicht. Kijken we dan naar fossiele brandstoffen, um, dat is denk ik ja, de meeste energie komt daar nu nog vandaan. Dan zien we eigenlijk wel een duidelijke explosieve groei sinds eigenlijk de industriële revolutie. En zeker na de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden, groeit het echt enorm hard. En dan helemaal bij olie en gas. Nou, als we dat vertalen naar het gebruik van fossiele brandstoffen naar inwoners, dan zien we dat Amerikanen bovenaan staan, gevolgd door Australië. Nederland staat hier in dit uh, voorbeeld als derde. Maar ik weet niet of dat ook echt zo is. Ik heb Nederland namelijk specifiek toegevoegd in het overzicht om het wat beter te kunnen vergelijken. En mogelijk zitten dus andere landen nog wel ja, tussen Australië en Nederland in. Maar we kunnen wel op deze manier zien dat we Nederland het ja, um, vergelijken met Duitsland. Dan is Duitsland toch echt wel een stuk schoner dan wij zijn. En Nederland ook nog een stuk slechter scoort dan het gemiddelde van Europa. Want het gemiddelde van Europa ligt weer een stuk lager. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen met uitstoot te maken. Het is natuurlijk ook de ontwikkeling. En als net in jouw land heel veel. ...ja, uh, industrie zit, dan zou het zo kunnen zijn dat dat natuurlijk impact heeft. Dus laten we ook even gaan kijken naar de duurzame energie. Want gelukkig zien we wel dat duurzame energie flink gegroeid is in de laatste tien jaar wereldwijd. Waar het vroeger nog vooral ja, hydropower was, oftewel waterkracht met dammen bijvoorbeeld... ...zien we nu dus ook wind een enorme groei maken, maar zeker ook zonne-energie... Windparken, windmolens, dat zijn vaak bedrijven en overheden die daarin investeren, die dat plaatsen. En het zijn vaak particulieren die juist kiezen voor zonnepanelen op hun eigen dak bijvoorbeeld. En ook in dit overzicht zien we weer de opwekking van duurzame energie. Nou, waterkracht bestaat al heel erg lang en is daarom ook gewoon heel erg groot. Vanaf 2000 zien we dan echt wel dat windenergie hard aan het toenemen is. En de laatste tien jaar is het juist zonne-energie die heel hard groeit... Kijken we naar de landen, dan is het vooral nu zeg maar Noorwegen die erg goed scoort in Europa. En buiten Europa zien we dan wat landen in Zuid-Amerika en Afrika die het goed doen. En voor de rest is er nog gewoon heel veel te verbeteren. Uh, zeker voor Nederland, dat in 2019 nog geen 20% van de energieproductie haalde uit duurzame energie. Nou, bij lange na zelfs niet. Um, we zaten eerder richting de 0% dan dat we bij de 20% zaten, geloof ik. Terwijl Duitsland wel zo rond de 50% scoort. Kijken we dan naar de prijzen van energie. Want als we daarna gaan kijken naar wat het kost per energiebron over de gehele levensduur van het object. Dus of het bijvoorbeeld een kolencentrale is, of een kerncentrale, of bijvoorbeeld windparken. Ten eerste, weer even naar fossiele brandstoffen. Dan zien we dat gas en gaspiekercentrales gewoon goedkoper zijn geworden. Gas is ook gewoon de laatste jaren goedkoper geworden. Dus dat speelt al mee als je centrale daarop draait. En uh, piekerplans zijn gewoon heel erg duur. Dit zijn zeg maar die centrales die heel snel opgestart kunnen worden. Ook echt voor de pieken. Dus denk daar bijvoorbeeld aan bij ochtends, als mensen allemaal tegelijkertijd opstaan. Of s'avonds, als ze allemaal tegelijkertijd gaan koken. Dan heb je natuurlijk in korte tijd. Heb je in één keer heel veel vermogen nodig, maar ook niet voor een lange duur. Dus heb je misschien maar één of twee uur nodig. En die centrales spelen daar juist op in. Die kunnen veel sneller schakelen, veel sneller dan kolencentrales bijvoorbeeld. Gesproken over kolencentrales, daar is ongeveer de prijs hetzelfde van gebleven. En kernenergie is juist de laatste tien jaar dan wel duurder geworden. Maar pakken we dan juist de duurzame energiebronnen erbij, dan krijgen we echt een heel ander beeld te zien. De meest opvallende lijn is wel die oranje lijn van zonne-energie want dat was tien jaar geleden nog veruit de duurste vorm van energie en in 2019 was het al in één keer de goedkoopste vorm van energie met een prijsdaling van maar liefst 89% in tien jaar tijd. Maar ook bij windenergie op land in ieder geval zien we dat het flink gedaald is en daarmee is het nu de op één na goedkoopste vorm. En ook goed voor een prijsdaling eigenlijk van 70% in 10 jaar tijd. En dus op dit moment zijn de goedkoopste vormen van energie de duurzame energievormen. En dat ziet er al nou uit dat het ook nog eens goedkoper gaat worden in de komende jaren. Want naarmate er meer geproduceerd wordt en geïnstalleerd wordt, wordt er meer kennis opgedaan en worden er verbeteringen doorgevoerd. Ja, en die zorgen gewoon weer verder dat ja, prijzen weer verder gaan dalen. Het gemiddelde van de laatste... Ja, we zijn 30, 40 jaar misschien wel of meer. Zien we gewoon dat het gemiddelde met meer dan 20% daalt in prijs bij iedere verdubbeling van capaciteit die er is. En we zien nu dus eigenlijk al goed de impact van duurzame energie, terwijl we tegelijkertijd zien dat we in ja, heel veel landen nog niet heel veel gebruik van maken. Er is in ieder geval nog heel veel capaciteit te benutten en dat zorgt er dus ook nog eens voor dat het heel veel kan groeien, maar ook zeker de prijs nog verder kan dalen. En dat maakt juist deze sector zo interessant. Het klinkt misschien een beetje raar als de prijs gaat dalen, dat het dan toch interessant kan zijn. Maar wij gaan dus kijken naar ja, een ETF van duurzame energie. Die duurzame energie die gaat ten koste van concurrentie, van olie, van gas. Dus daar komen de omzet en de winsten vandaan. Dus ondanks dat het goedkoper is, is het zeker nog wel mogelijk... dat het een heel erg interessante vorm is om in te investeren. En dat is dan ook de reden dat ik juist deze ETF wil gaan bekijken. Zoals gezegd, de ETF uh, Clean Energy ETF van iShares. En uiteraard is deze ETF ook verkrijgbaar via de Giro. Dat is de broker die ik gebruik en vele van jullie ook, net zoals 1 miljoen anderen... Ben je nou nieuw en wil je beginnen met beleggen, klik dan op de link onder de video. Je kunt namelijk gratis een account openen bij de Giro en daar help je ook het kanaal mee. Dus dat waardeer ik enorm en het zorgt er ook voor dat ik meer van dit soort video's kan blijven maken. En wil je meer video's zien, abonneer dan op het kanaal. En vind je het een leuke video, geef dan even een duimpje omhoog. Maar dan gaan we nu naar de website van iShares en uh, ik zal een link naar deze ETF trouwens ook onder, in de, onder de video plaatsen. Dan zien we de, het tickersymbool op dit moment hier staan, INRG. Dit is trouwens wel op een andere beurs, komen we dadelijk nog even op terug. Um, hier staat het in dollars, terwijl bijvoorbeeld bij de Giro het dan wel weer in euro staat. Ergens rond de 12,5 euro geloof ik op dit moment. Maar laten we gewoon even langzaam door het overzicht scrollen en wat vertellen over dingen die mij opvallen, die mogelijk van belang zijn. Um, je kunt zien waarom deze ETF. Nou, het is uh, een gespreide portefeuille van ondernemingen gespecialiseerd in schone energie. Nou, dat is precies waar we natuurlijk op zoek zijn met deze ETF. En het is het, uh, het toegang tot het rendement van 30 wereldwijde ondernemingen die allemaal dus bezig zijn met schone energie. Dus we gaan niet alleen naar de sector kijken, we pakken daar 30 bedrijven uit die uh, vaak belangrijk zijn, gewoon in deze sector. Scrollen we iets verder. Dan zien we de risicometer. We zien hier het risico 6, dus een wat hoger rendement mogelijk... ...maar ook een wat groter risico dus mogelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met de performance. Kijken we in het overzicht naar 12 maanden... ...dan zien we dat in 2015 tot 2016 het eigenlijk niet zo goed ging. Dat is makkelijker misschien om op jaarbasis te kijken. Um, dan zien we namelijk het afgelopen jaar... ...dat 108% rendement is gemaakt per jaar. Uh, het afgelopen drie jaar is dat 42% per jaar... En de laatste 10 jaar is dat 6,6%. Het is wel een heel verschil. Zelfs sinds de introductiedatum staan we in de min. Dat zien we hier wel in het overzichtje ook. Vroeger was je misschien begonnen met 10.000 uh, euro. Um, is het alleen daarna flink gezakt. Tot ergens 2.000 euro was het blijkbaar helemaal niet meer interessant. Terwijl nu de laatste tijd deze bedrijven wel heel erg interessant zijn. En daar profiteert deze ETF natuurlijk van. Dus dat is ook zeker iets om rekening mee te houden. Um, Kijk niet alleen of het interessant is in deze bedrijven, maar of dit ook het juiste moment is. Want het is natuurlijk wel zo dat de, de, de sector gewoon heel erg populair is. Maar dat kan ook betekenen dat daardoor juist koersen misschien wel ja, te hoog zijn. Uh, dat er ja, niet meer in verhouding staat met de echte waarde. Daar ga ik in deze video niet echt op in, maar dat is iets aan jezelf om even een inschatting te maken hoe jij naar kijkt. Kijk we dan even naar de kerngegevens van deze ETF. Dan zien we dat daar zo'n 5,6 miljard. In geïnvesteerd is, dat hij in 2007 is opgericht en dat de Total Expense ratio 0,56% is. Oftewel, ieder jaar betaal jij 0,56% kosten over deze ETF, zodat iShares of uh, BlackRock deze eigenlijk kan beheren. Dat zijn dus de kosten die je maakt, behalve het aankopen. Uh, we hebben ook nog uh, dat het replicatie doet. Hij gaat dus de hele index volgen en doet het precies zoals de index het ook doet. Iedere uh, half jaar wordt er geld uitgekeerd. Dus wordt er dividend behaald door deze bedrijven. Dan wordt dat geld in ieder geval uitgekeerd. Dat zien we hier ook. Gebruik van de winst. Dat is uitkerend. De basisvaluta zijn dollars. We gaan dus beleggen in aandelen. We hebben de uh, dingen, de aandelen echt fysiek in beheer. Dus als jij geld hierin inlegt, dan koopt iShares ook echt die aandelen. Ja, over die verdeling die we zo meteen gaan zien. En hier zien we de isin e code. En dit is de code die we straks ook uh, willen gebruiken als we het aandeel bijvoorbeeld willen gaan zoeken. Dus als je hier kijkt, deze code opzoekt, dat is altijd makkelijk omdat je dan altijd de juiste ETF zult vinden. Gaan we wat verder naar het portefeuille. En dan zien we hier nog hoeveel aandelen er uit zijn gegeven, uh, wat de PE-ratio is van het gemiddelde uh, van al deze bedrijven. Meestal is dat in een goede markt, zeg maar tussen de 20 tot 25. Is dit hier wat hoger, maar ja, dat geeft ook al aan dat mensen bereid zijn meer te betalen voor aandelen in deze sector, omdat deze sector gewoon heel erg populair is. Je kunt je ook afvragen: zijn mensen dan niet bereid te veel te betalen? Maar zoals gezegd, dat is aan jou, uh, aan jou die inschatting te maken hoeveel jij bereid bent in principe te betalen. Gaan we nog even wat verder? Um, hier zie je vaak nog bij uh, wat controversiële dingen zoals wapens, kernwapens. Hebben hier natuurlijk niet mee te maken. Wat het allemaal over schone energie gaat, dus daar wordt niet in geïnvesteerd. Dan zien we vervolgens hier de posities. Uh, dit zijn de eerste 10 posities. Uh, Plugpower is daarin de grootste. Dat is natuurlijk een bedrijf, wat vooral bezig is ook met waterstof voor de toekomst. We zien hier ook verschillende sectoren: we hebben industrie, we hebben IT, we hebben nutsbedrijven. En hier achteraan zien we de weging. Dus Plugpower is bijna 10% van ja, de van deze ETF. Kijken we naar andere bedrijven... we zien bijvoorbeeld Enphase Energy. Dat maakt juist systemen. Dus denk bijvoorbeeld aan omvormers en dat soort dingen. We zien ook nutsbedrijven. Verschillende zelfs. Uh, we zien hier... Verboond of Meridian. Dat zijn dan... vaak weer bedrijven die... Uh, ik heb bij Meridian opgezocht. Uh, die hebben zelfs alle energie... die ze opwekken, komt uit schone bronnen. Duurzame energie. Dit is een... heel groot bedrijf in Oostenrijk. Een koploper met duurzame energie... Dus het kan zeker wel zo zijn dat uh, nutsbedrijven hier ook natuurlijk inkomen, zolang ze maar het grootste gedeelte, of misschien zelfs wel alles, uh, behalen uit de schone energie. Dus water, wind of zon is dat dan vaak. We zien ook bedrijven zoals Siemens, die vaak apparatuur levert. Uh, Vestas Wind, die dan de windmolens maakt. En zo zie je dus hier de tien grootste wegingen, of ja, tien bedrijven met de grootste weging tot ongeveer 4%. En we zouden hier naar alle posities kunnen gaan. En dan kun je hieronder... De volgende pagina ook kijken, Orsted, een heel bekende uit Scandinavië. Solar Ads, ook met omvormers. Uh, Canadian Solar zie ik zelf vaak voorbij komen in onze community. En uiteindelijk gaat het zo door tot ongeveer 1%. Dan zijn er daarna nog heel veel pagina's, maar dit zijn allemaal geld dat ze ooit hebben aangehouden. Of nu nog steeds een beetje, maar dat is te weinig voor de weging. Um, en dit zijn dus zoals gezegd de 30 posities. Gaan we nog verder, dan kunnen we eigenlijk ook nog, behalve de bedrijven, zien we ook uh, hoe het geografisch verdeeld is. Ja, Amerika is weer een groot deel, een derde er ongeveer van, gevolgd door China, Nieuw-Zeeland en de rest zie je hier ook zelf al staan. En zoals gezegd, we hebben dus verschillende sectoren. De helft gaat naar uh, nutsbedrijven, die de energie dus ook echt opwekken. Industrie die bijvoorbeeld uh, molens maakt en dat soort dingen. IT. Die dan juist uh, omvormers en technologie uh, producten daarin maakt. Vaak volgens mij ook wel voor de consument een beetje. Um, en dan nog een klein beetje naar energie of andere liquide middelen. En scrollen we verder dan zien we ook dat er aandelen worden uitgeleend. Um, dat levert een heel klein beetje rendement op. We zien wel dat het altijd meer dan 100% onderpand wordt gevraagd. Dus het risico is ook wat lager. En waar ik dan vooral mee wil eindigen, zijn eigenlijk de beursnoteringen. We zien dat het aandeel namelijk op verschillende beurzen is genoteerd. En afhankelijk van de beurs heeft het een andere code, in ieder geval een ander tickersymbool. Uh, zij werken zelf met INRG, terwijl ik zelf persoonlijk zou kiezen voor de Duitse beurs. IQQH is dan het symbool. Maar dat is ook omdat ik al meerdere aandelen heb um, op deze beurs, op de Duitse beurs, etc., en ik daarom natuurlijk ja, kosten betaal per beurs. Het is maar 2,50 per jaar. Maar ik probeer in ieder geval op die manier altijd alle aandelen op dezelfde beurs te houden. En ik probeer ze graag ook in euro's te kopen. Dus persoonlijk zou ik dan voor deze gaan. Maar misschien heb jij daar ook wel weer andere inzichten in, andere voorkeuren. Ga dan vooral daar kijken. En je zou dus kie kunnen kiezen tussen deze vijf noteringen. Uh, zoals gezegd, via de Giro is deze ETF te koop. Je zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen dat je denkt, ik ben het niet helemaal eens met de verdeling. Of ik ben vooral benieuwd welke bedrijven erin zaten. En ik ga nu deze bedrijven onderzoeken. En ik kies er één van. Ja, de meeste van deze bedrijven zijn ook gewoon te koop via de Giro. En eigenlijk ook alle andere brokers. En links daarvan vind je trouwens onder deze video terug. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Um, we hebben de ETF behandeld, we hebben de sector behandeld. Ik denk dat het mogelijk zeker wel een interessante sector is, waar ik zelf ook wel best veel actief in ben. Um, maar ik ben ook erg benieuwd hoe jij erover denkt. Specifiek over deze ETF natuurlijk, maar ook over de sector. Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op het kanaal onder deze video. Bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jou bij de volgende video weer terug.